Zo, goedemorgen mensen. Vandaag gaan we beginnen met iets moois. Nee, niet iets moois, iets leuks. Straks trouwens. Ik ga een smaak challenge of een proef challenge doen. Even meekomen. Kijk, met die twee dames. Die hier nog liggen te maffen. Oh, even goed, met die twee. Daar gaan we straks een hele leuke challenge mee doen. Zoals ik al zeg, een proefchallenge. Allerlei gekke dingen gaan we laten proeven. En dan kijken wie het, het beste kan raden wat we dan uiteindelijk hebben. Ik ga straks nog eventjes even naar mijn moeder. Dat heb ik jullie ook al een keer verteld. Mijn moeder die zit in een verzorgingshuis sinds... november vorig jaar. Dus die ga ik daar eerst bezoeken en boodschap brengen. Dan gaan we daarna, ik denk ergens zo, pak een beetje, nu over 11, 12, gaan we naar de challenge. Dus dan zie ik jullie. Ben je terug of zo? Nee. Ik heb een pijn gedaan. Jij mij ook. Ja, leuk voor jou. Wauw. Nou, die twee dames die hebben vannacht dus hier geslapen. Gaan zo meteen die challenge doen. Die waar ik straks over had. Ik heb al een kleine voorbereiding getroffen. Dat is dit, hè. Dit zijn de bakjes. Nu nog leeg. En dit zijn de bakjes. Alles staat. We gaan hier de challenge doen met Evie en met Fabienne. Hi, mensen. Waar sta je net te zwaaien? Ik ben naar mezelf even aan het opnemen. Met Duncan erachter. Nieuwe cameraman erbij. Moet wel proberen, moet wat doen. Even niet op de deur letten. Die moet ik even eruit knippen. Dan komt het helemaal goed. We zijn net bezig opnieuw, moeten op dingen letten. Ik heb in ieder geval alvast het een en ander klaargezet aan de producten. Ik ga het beeld even omdraaien en kijken. Dit zijn de producten. Ik ben wat vergeten om te halen. Dat is doorgekrast, hebben we vervangen. De challenge, de proef challenge met Fabienne aan de linkerkant en Evie aan de rechterkant van de tafel. Ook precies zoals de lijst er is. Dat is een toeval, dat was niet zo gepland, maar dat komt zo uit. En dan heb ik hier de schaaltjes met de producten. Dat hadden jullie net al gezien. Als het goed is. Wat is de uiteindelijke uitdaging? De uiteindelijke uitdaging is dat de dames zometeen een nummer gaan noemen. 7 stuks van de 15. Het moment dat zij een nummer hebben opgenoemd, gaan we niet meteen beginnen. We laten ze eerst de nummers kiezen. Ik heb 1 bonusnummer. Mocht dat nummer dus dan niet gekozen worden en het wordt daar een gelijk spel, dan is het de bedoeling dat ze alle twee tegelijkertijd dan gaan proeven. En degene die dan als eerste het raad, die heeft dan uiteindelijk gewonnen. Mocht er een gelijkspel uitkomen. Dus wat gaan we nu doen? We gaan nu doen dat Fabienne mag beginnen met waarom? Een nummer noemen. Ga ik dan op de lijst noteren. Weet je dat ik een voortbank ben? Nou, precies. Dat ik meteen diegene pak waarop ik denk dat hoe ik wil reageren. Oké, nou kies je. Nou, Fabienne, welk nummer kies je als eerste? Maakt niet uit, het is van 1 tot 15. Al begin je bij... Als jij lacht, dan is het degene die jij bedoelt, toch? Nou, dan moet Duncan niet lachen. Nee, maar juist, want dan weet ik dat. Oké, ja? 6. Nummer 6. Nee! Fuck! Ja, maar dat kan ook. Evie, welk nummer kies jij? Nee, ik wil het niet meer. Ik kies nummer 1. Jij kiest nummer 1. Jij kiest nummer 0. Niet. Dan Fabienne, welk nummer kies je nog meer? Oh mijn god, 1. Nee, dat kan niet. Doe 2. Nummer 2. Oké.
Evi. Ik kies 10. Nummertje 10. Voor Evi. Fabienne. Ja. Nummertje 7. Nummertje 7. Ook lekker. Nee, ik word... Ik wil nummertje Evi. 12. Nummertje 12. Is ook vies. Yes, kid. Yes. Nou. Yes. Fabienne. Ja. Welk nummer? Welk nummer? 8. Nummertje 8. Ja, Evi. 13. Nummertje... Nee, shit, dat is het ongeluksgetal, hè. 13? Ja, 13. 13 it will be. 13. Fabienne. Ja. Welk nummer? Wat hebben we nog meer? We hebben nog 3, 4, 5. 4. 4. Dus we hebben nog over 3, 5, 9, 11, 14 en 15. 15. Ik wist het dat jij die zou doen. Hoezo? Gewoon. Fabienne? Ja. Welk heb jij nog? 14. Nummertje 14. En dan hebben we Evi nog. Ik wil nummertje 9. Nummertje 9. Oh. We hebben Fabienne nog. Welke was er? 3. We hebben nog 3, 5 en 11. Dat is oneven. Bij toeval allemaal, ja. Ja, maar dan met die bonusronde. Dat maakt dan niet uit. Ah. Omdat het oneven is, doen we dan toch eentje dan als bonusronde? Nee. Nee, je moet er nog eentje kiezen aan... Nee, 3 bedoel ik. Nummer 3. Evi. Ik kies 11. Ik hoor jou lachen, denk ik. Ik kies 11. Ik hoor jou. Oké, dan blijft nummer 5 blijft over. Dat is het bonusnummer. Oh my god. Nou is de volgende. Hoe krijgen we het nou bij jullie monden? Duncan, wil je even helpen? We beginnen het lijstje dan wel gewoon van bovenaf aan. Dus Fabienne heeft net begonnen met kiezen. Zullen we dan gewoon doorgaan met... Ja. Gewoon bij nummer 1 beginnen. Maar gaan we dan met Fabienne beginnen of gaan we met Fabienne, Evi. Steen, papier, schaar. Ja, hoe moet ik? Ja. Okay. Jullie weten. Steen, papier, schaar. Hoe staat het? Fabienne heeft verloren. Nee, ja. Echt? Ja. Ben je allemaal zij? Ja, papier en zij als schaar. Nee, dan moet jij beginnen. Dus oké, Fabienne begint met steen, papier, schaar. Hebben Fabienne verloren. Oh. Dus die gaat beginnen. En dan beginnen we gewoon het rijtje van bovenaf. Ik weet niet wat het duidelijk is. Ik heb aangekruist. Wie wat heeft? Nou, dan gaan we beginnen. Nummertje 1 voor Fabienne. Oh, nee, ik wil niet. Hond open. Nee, ik wil niet. Kom Fabienne. Doe je mond gewoon open. Doe nou eens je mond open. Fabienne, pak ook even voor mij een glas water. Dat is niet leuk! Je moet er bij zitten, dan had ik denk dat ik het weet, maar ik denk het niet. Nou, weet je het al, Fabienne? Ik kom niet op de naam. Nee, je moet toch een god doen. Ja, maar ik kom niet op de naam. En dan zeg je maar iets anders. Wat denk je wat het is? Wil je nog een beetje proeven? Nee! Nee! Niet mogelijk, hè? Nou, zeg maar iets, wat is het? Als je niet raad, heb je sowieso geen punt. Ja, ik zou gewoon misraaien. Tabasco! Wat? Tabasco? Ja! Nee, fout. Weet ik, denk ik. Evi! Ja? Jij krijgt... Even drinken! Mijn mond zit als een fik! Er staat voor je. Nee, niet kijken! Ik kijk niet! Laat dat doekje nou eens omlaag. Ik kijk, maar dat doekje zit zo en dan is het irritant. En nee? Ja, jouw beker staat ook al klaar. Ah! Evi, jij bent aan de beurt. Goed, Evi krijgt haar eerste. Sorry, proef. Oh, maar het zit ook op mijn kin allemaal, hè? Dat spul. Eeuw! Eeuw! Is het pittig? Dit is... Hé! Is het pittig? Dit is zeg maar wat je over... Dat is de pizzakruiden. Wat?
voor pizza kruiden. Ga je daarvoor of wil je nog veranderen? Ik ga voor dat pizza kruiden. Waar is het? Nou, waar is mijn water? Waarschijnlijk is het natuurlijk goed, maar. Je houdt het bij pizza kruiden? Ja. Fout. Yes! Wow! Zo, nummer 2 voor Fabienne. Dan zie ik niks. Oh, dat is heet. Jezus. Even zo dat ik nog steeds niks kan zien. Nou, zo even stop. Jawel. Welke. De tweede, ja. Ik heb trouwens niet, hè? Ik hoor een cracker. Ja, ik hoor ook iets. Fabienne gaat nu dit krijgen. Ja, wat is dat? Ja? Nee. Ben je klaar voor? Nee. Mooi. Auw, mijn gehelte. Eén pik. Heb je net een mond? Dat is zout. Hey! Ja, dat is een goeie! Ja, maar ik wil die Max spuug! Leg anders even een doekje mee, dan kan ze een doekje, iedereen even een doekje pakken. Nou, nu moet ik ook een punt scoren. Dan leg je even een doekje voor hen neer, dan... Maar dit is toch pizzakranten? Nee, dat waren geen pizzakranten. En ook hebben we een bakje, zodat je als je krijgt... drinkt, dat je kan uitspugen. Jullie, dat je een beetje spoelen. Jullie kunnen straks... Wat, hoezo het einde? Krijgen we aan het einde te zien wat het allemaal is? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ben vooral benieuwd naar die eerste die ik had. Ook. Wat dat was. Maar voor mij smaakt het echt naar dat. Zeg maar naar pizza kruid. Dat Olandria of zoiets. Hoe heet het dan? Oregano. Ja, toch? Nee. Hallo, kunnen we doen. Nee, een blasje, hè? Nou, Evie, als je je hand even voor doet op tafel, dan zie je dat er een doekje is bij je. Dat is een doekje, dan kun je straks of je mond of even een beetje in doen, als het te erg is. Goed, Evie gaat voor haar tweede keuze en dat is... Dat is een gerecht. Dat is die. Of een ingrediënt. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, Evie, komt die? Wat is het? Is het pittig? Is het pittig? Dit is... Is het pittig? Is ketchup! Ja! Oh, maar dat ik niet, hè? Ik eet het altijd bij de tosti, dus ja. Ja, dus dat is heel makkelijk. Maar ik zou trouwens... twijfelen tussen curry of ketchup. Heb ik trouwens dus die ene gehad? Die jij wou? Nee. Dat ik niet, hè? Fabienne gaat nu voor haar derde. Dat is in dit geval, is dat deze, die. Hobaloo. Komt die. Ik ben zo benieuwd wat het is. Dit is niet van die mieterige hapjes van. Elke bij jou moet die lepel schoonmaken hoor. Evie doet gewoon de hele lepel. Nu nog een keer? Ja, mond open. Op een loer, op een palm. Ja, ik praat bijvoorbeeld geen spiky of zo. Het is wel saus. Oh nee, dit is wel. Ja, maar wat? Het proeft naar. Aan de ene kant proeft het naar curry. Maar het is wel heel pittig. Dus waar ga je voor? Maar het kan ook chili zijn. Of ik bedoel, ja, dat pittige en saus, weet je wel? Ketchup. Nee. Van de barbecue saus. Nou, wat wordt je keus? Die curry. Oh, dat wordt pittig. Curry. Nee. Wat dan? Ja, nee. Ik doe die pittige saus. Sambal. Nee, curry. Curry? Ja. Curry is goed. Ja! Oké. Waarom is het zo pittig? Dan komen we bij nummertje 4 voor, of nummer 3 voor Evie. Dat wordt. Dit. Ditte. Ah, deze. Ah, deze. Ja, maar dit is door Evie. Zij heeft dan weer van die goede dingen.
Ja, maar dat was... Ja, de zagelslag. Ja. 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 2-2 telt toch? Ja. Fabienne. Pardon, sorry. Fabienne krijgt de volgende, dat is dit, dat was nummertje 6, haar eerste gekozen nummer. Ik vertrouw het nu al niet, hè, gewoon. Nou, happen, anders leg het van de lepel af. Doe nou eens gewoon. Honing? Ik hoor iets. Goed smaken, goed proeven. Als je de lepel gewoon helemaal in je mond doet. Ja, daar gewoon het hele ding in je mond. De lepel nog een hand spullen. Ik denk honing. Is dat correct? Ik denk honing. Is dat goed? Is dat jouw daadwerkelijke en definitief antwoord? Ja. Fout. Waarom niet? Ja. Je moet die lepels beter. Ja, dan krijgen we iets zuurs in ons mond. Ja, maar hè? Evi, next. Ja. Evi gaat voor de nummer 4. Dat was is die sambal dinges? Dit. Nee, dat kan niet. Dat is iets pittig. Wat is dit dan? Ja. Maar het hoeft echt een honing. Nou, komt die Evi ham. Dit is suiker. Yep. Yep. Ja, makkelijk. 3-4. Fabienne. Ja. We gaan naar de volgende. Nee. Ja. Ik moet dit winnen. Is dat die? Nee, ik moet krabben. Ja, ik is nu al voor sambal. Ik is nu al voor sambal. Sambal. Nee, denk het. Hou op. Ik vertrouw het niet. Nou, mond open. Ja, maar wel een klein beetje. Ja. Doe nou eens je mond open. Wat zou het zijn? What the fuck? Ja, sambal! Oh, Fabienne, je kist alles over tafel heen. Oh. Hey, Fabienne, is goed. Die hoopte ik dat je kreeg. Gewoon, kom op. Ik kon nog even normaal. Nu ben ik echt benieuwd wat het was. Ja, sambal. Sambal. Oh, sambal. Is dat vies? Nee, maar het is wel pittig. Oh nee, maar mijn tong staat in brand. Je hebt toch wat ervoor? Nee, maar ik wil... Nee, maar dat is leeg. Dat komt nu. Je krijgt er niks mee. Je spuugt alles toch uit. Slikken. Ja. Je moet je uit dan slikken. Nou, Evi, het volgende nummer. Dat wordt Het staat 3. Ik vind het echt niet meer leuk. Hoezo vind je het niet meer leuk? Ik vind ja, het best hallo, wel ik heb tot nu toe allemaal smerige dingen gekregen, behalve die zout. En nu staat mijn hele tong in brand. Ja. Alsof ik 10.000 pepers heb. Eeuw, gaf dit is kaneel. Ja! Ja, maar gras. Eeuw! Dit is zo droog aan je gehemelte. Ja, zeker. Dit is zo pittig aan je tong. Ik heb echt het gevoel alsof ik nu 10.000 van die hete pepers op heb. Ik heb nu echt zo'n gevoel dat nou, ik we gaan naar de, dat ik een jaar geen water heb gedronken. De volgende voor Fabienne, hoeveel dat hebben is... Hoeveel hebben we er nog? Die? Hebben we er nog? Ieder nog 2. Oh my god. Dat is die. Oh, zelfs mijn lippen staan in brand. Ik hoop dat ik echt niks pittigs heb nog. Nou, dan krijg je even een... Is dit een goede? Is dit een goede? Doe je mond nou eens open. Ik wil zeggen, als je neus... Oh, dat is pindakaas. Oh, dat is pindakaas. Ja, ik die is goed. Pindakaas. Oh, ik wil pindakaas. Nou, Evi. Ja. Ik ben echt zo benieuwd naar die eer. Deze.
Oh, mijn lippen, nice. Gast. Nummertje 13. Mijn tong is nou een beetje beter door die pindakaas. Maar mijn lippen branden echt niet normaal. Ja, pindakaas neutraliseert de sambal weer. Wat doe ik even op mijn lippen dan? Nieuwe lipgloss. Zo, dit is oranje. Ja, siroop, ja, is goed. Nou, Fabienne, jouw laatste. Dat is niet eens met water erbij. Het, de laatste voor Fabienne is dit. En dit is de laatste voor Evi. Is nog lachen. Oh, mensen kunnen houden. Oh, ik zit aan de andere kant. Nou, Fabienne. Mond open. Tot nu toe vind ik alles nog wel lekker. Van binnen heeft al alles over de tafel uitgekotst. Wat is het? Wat is het? Het was heel nat. Wat is het? Nou, wat is het? Ik denk olijfolie of zo. Ja! Olijfolie, daar ben ik blij dat ik hier heb. Lekker, goed zo. Evi, jouw laatste. Dus, als jij deze ook raadt, dan is het gelijk. Nee, maar ik zeg dat goed? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, als je deze raadt, heb je gewonnen. Raad je me niet, dan hebben we nog een bonusnummer. Oké. Raad we eens niet. Ik heb eigenlijk gezegd dat als het fout is. Ga maar dan! Is het mayonaise? Is het mayonaise? Ja, ik heb een mayonaise. Blijf erbij? Ja. Dat is fout. Yes! Eeuw, dit is ranzig. Nou, dan hebben we nu de bonusnummer, bonusronde. Eeuw. Oh nee, die heb ik echt geen zin in. Het bonusnummer, want het is natuurlijk gelijk geworden. Oh, ik weet denk ik wat, dit is knoflook. Ja, je had hem al gezegd. Ja, dat klopt. Dit is knoflook, denk ik. Meer op mayo. Ja, weet ik. Ja, nu stinkt mijn hele mond nog naar knoflook straks. Ja, mijn lippen. Nou, de bonusronde is alle twee dadelijk. Dunkie die gaat even de lepels voorzien van. En dan mogen jullie alle twee de lepel zelf vasthouden. Ja. Ik voel gewoon een stukje sambal. En je wacht even met het in de mond te steken. Dan tellen we af. Ja. Ja? En wie dat eerste zegt, toch? En dan tellen we af. Dan even de dingen omhoog. Het zit op mijn vinger. Ja, laat maar even zitten. Even je dingen omhoog dan, Evi. De... Ja? Ja. Ja. En dan tel ik af van 3 naar 1. En dan bij, naar 1 dan mag je beginnen. Ja. 3. 2, 1, ja! Mayonaise! Dit wordt een call, dit is een close call. Ik hou echt van. Dit is een close call. Het is wel goed, dames. Dank je wel. Ja. Zo, wat was die eerste? Die jij had? Ja. Ja, hier ligt eigenlijk de lijst. Oh, godmonde. Je had als eerst, had jij mosterd. Ah! Ik dacht van zoiets, maar zout, ik zeker. Curry. Ik kan dat denk naadjes niet af. Stroop. Je had sambal. Ja, dat was al logisch. Pindakaas. En je had olijfolie. En Evi had peper. Tomatenketchup. Hagelslag. Peper. Suiker. Kaneel. Siroop. En knoflook. Peper. Ja, ik dacht toch knoflook. Hé, hey, dames, maar goed gedaan hoor. Oh, maar mijn mond is echt. Ondanks dat, maar ik vind wel... Ik vind het super. Ik voel serieus, als ik drink, voel ik gewoon een paar kleine stukjes sambal. Ik voel gewoon die stukjes sambal gewoon in mijn mond, hè. Fabienne, wat heb je gedaan, man, met je sambal? Nee. Nou, niet alleen met de sambal. Uitgekot. Ze zet heel die tafel onder te spuren. Je bent geen kleuter meer, toch? Ja, wat denk je? Dat ik die sambal even lekker binnen hou? Ja. Nee. Met water en doorslikken. Ja. Nou, dit was de challenge. Ik vond hem geslaagd. Volgens mij de dames ook wel best leuk. Duncan. Wat vond jij ervan? Nou,
want... Vol helemaal stop! Nou, lachen. Ja. Ik vond het wel leuk. Dus, nou, ik kijk wel uit naar de volgende challenge. Dit was een challenge met kruiden en met wat zoetigheid. Oh, okay. En in ieder geval wat vloeibaardere zaken. Oh, ja. De volgende keer ga ik eens beginnen met wat vaster materiaal. Bijvoorbeeld met fruit of met groenten of iets dergelijks. Dus ja, ik kijk er naar uit. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Maar jij doet altijd zo. Even een blauw duimpje. Nee, maar zo. Als het goed is. En even doet gewoon zo. Blauw duimpje. Ja, abonneer op het kanaal. Dan zien we de volgende keer weer terug. Goed. Jij doet terug. De groet.